Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2010 Career Mode. Mijn naam is Gian Schaven en vandaag gaan we verder voor aflevering nummer 7 hier in Canada. Maar heb je die vorige aflevering gemist? Ik die eerst even terugkijken of je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsbovenin het i'tje. Klik erop dat jullie video verschijnen. Maar het allerbelangrijkste, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen. Abonneren vooral voor meer. En ram ook gelijk op dat belletje, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. We gaan dus verder in Canada. Aflevering nummer 7 alweer. Ik wacht er eigenlijk niet zoveel bijzonders van. We zijn nog steeds heel erg traag op het rechte stuk. Nog geen punten gescoord en 2 updates dus gefaald. Dat was in de vorige aflevering al bekendgemaakt. Ik ga wel componenten wisselen. Daarvoor hoef ik geen gridstraf te incasseren. Want deze blijven nog binnen de pool. En ja, dan zou ik zeggen op naar de kwalificatie voor de grote prijs van Canada. Dan zijn we aanbeland bij Q1. Lekker droog weer. Ik heb dus die componenten laten vervangen tijdens de derde vrije training. En kijken of wij misschien door kunnen komen naar Q2. Het zou wel vet zijn als dat gaat gebeuren, maar we moeten er heel hard voor knokken, denk ik. Goed verhaal. Momentje onderstuur bij de eerste bocht. Dit is daardoor een klein beetje de apex. Komen wij aan bij start-finish en dat is een 1.13.7 op een P4. Poortje sneller. Komen we aan bij de tweede run in Q1. Doorverwezen naar P20. We stappen op P18. Terwijl we daar even Latifi hebben. Uitrijden pitstraat, die maakt ons niet al te lastig. Pakken wel een paar tienden goed bij de Delta. Komen aan bij het tweede DRS gedeelte. En dan noteren wij een zesde tijd. Dat is goed. En dan zijn we voor het eerst door naar Q2. Goed gedaan. Niet normaal dat we dat hebben volbracht. En ik ben er pas heel laat naar buiten gegaan. En dan zetten wij een tijd neer van een 1.12.5. Een P16 helaas. Charles Leclerc de snelste in Q2 op 48.000 van Perez. En wij komen op een P16. Goed gedaan. Starten dus voor het eerst op die positie, halen dus ook voor het eerst Q2 in mijn debuutseizoen. Goed gedaan, is op naar de race voor aflevering nummer 7 hier in Canada. We're back once again beside the St. Lawrence River here in Montreal for the Canadian Grand Prix. The event first moved to a variant of this track back in 1978. It was won by none other than Gilles Villeneuve, the first Canadian to ever win his home race, and in whose honour the circuit would be renamed. If you want flat out racing, you've come to the right place this weekend, as it's full throttle for 59% of this 2.7 mile circuit, peaking at around 210 miles per hour going into the final chicane. That speed requires discipline, and there are more than a few close walls here just waiting to punish drivers with a heavy right foot. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. Charles Leclerc lines up on pole position, and the smooth operator Carlos Sainz completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Russell, Sir Lewis Hamilton, and Perez. Fernando Alonso, Mick Schumacher, Norris, and Esteban Ocon. Bottas, Joe, Sebastian Vettel, and Gasly. The Professor, Ricciardo, Yuki Tsunoda, and Kevin Magnussen. Stroll, Albon, Teo Pourchaire, and Nicholas Latifi. It's almost time for those 5 red lights to go out then. Let's see who can prevail today. Natalie Pinkham joins me once again in the commentary box. It's fantastic to have you with us today. I'm curious though, how do you think the drivers stop those pre-race nerves from becoming overwhelming when you're lining up on the grid? Well, I imagine they'll be starting to feel the adrenaline as they anticipate the rundown into turn one, a bit like preparing to go into battle. The unknown situation will bring nerves, but that's a good thing. It'll keep them focused on the moment and on their surroundings as we build towards the start of the Grand Prix. Dan zijn we aanbeland bij de grid starten op de medium compound.
Hopelijk kunnen wij er iets van gaan bakken. Het zou mooi zijn als we hier misschien wat plekken naar voren kunnen komen. Een eenstopper en neem een extra brandstof mee om wat harder te kunnen pushen dan de rest. En dan wordt het tijd voor de Formation Lab. En dan moeten we alles goed gaan controleren. Allemaal advies van Mark Price, die zijn we aanbeland bij de startprocedure. Hoe gaan wij goed in de slot? Jazeker. We trekken dus vanaf een P15. Op medium band. Dan gaan we gewoon beginnen voor aflevering nummer 7 van F1 22. Martin Caremo, de lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Geen wielspin te pakken, goed gedaan. Vettel, Stroll en Gasly al gelijk de gaas genomen, maken een divebomb naar Norris. Kijk, aan de buitenkant van Bottas lukt niet zo goed. Zit een beetje klem bij de Alpines knokken om die positie. En dat is P11. Alonso buitenom pakken lukt ook niet. Raken per ongeluk zijn achterband. Zit een klein beetje klem. Maar dan vallen we hier toch de Spanjaard aan. Komen van ver. Wielen haken een klein beetje in elkaar. Maar het is wel P10 in de punten. Alonso geeft niet op, maar wij knijpen hem daar mooi af. En dit keer is die positie echt van ons. Dan zitten we in ronde nummer 2 als het geel is. Want er rijdt iemand langzaam. En iedereen gaat hier op de rem. Vanwege Max Verstappen die gaat uitvallen. En wij vallen hier Ocon aan. En dat is P8. Verstappen uitgevallen in de wedstrijd. 0 punten voor de Nederlander. Charles Leclerc leidt de wedstrijd. Carlos Sainz rijdt op P2. Russell op P3. Die houdt iedereen op volgens mij. En wij kunnen ook kijken bij Valtteri Bottas. Als dat lukt bij de hairpin. Aan de binnenkant gezet, jazeker. En dat is P7. Volgende heet dan Kevin Magnussen. Maar die is hier snel op dat rechte stuk. En Bottas zit terug te kijken. Wordt daar geblokkeerd, maar vindt een gaatje aan de binnenkant. Dat lukt net niet. We krijgen een waarschuwing. Herhaling van wat er is gebeurd met Verstappen. Die hier is uitgevallen. Ik denk een gearbox probleem. Anders had je wel rook gezien. En rijdt daar iemand zijn voorvleugel kapot. Iemand heeft daar zijn voorvleugel beschadigd. Dat is volgens mij Lewis Hamilton geweest. Die moet dus opnieuw naar binnen. En een langere pitstop van het team. En dan zitten wij in ronde nummer 11. Als het gat naar Ocon is opgelopen tot 1,8 seconden. En het is geel. In sector 2 op dat rechte stuk. Ocon gaat uitvallen volgens mij. Jazeker, Esteban Ocon pakt ook geen punten. Twee uitvallers in zo'n korte tijd. Dat betekent dat Norris na P6 is. Vettel op P7. En wij hebben zicht op Mick Schumacher. Maar hier dus even kijken wat er is gebeurd. Dat is wel een motorisch probleem. De Renault motor stopt ermee. Jammer voor Esteban. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. Helaas, pindakaas. Dan zitten we in ronde nummer 15. Nog 20 rondes te gaan. Als wij naar binnen gaan voor mijn laatste pitstop van de dag. Gaan naar de harde band. Kijken wat de rest allemaal doet. Mick Schumacher duikt naar binnen. Nee, sorry. Mick Schumacher rijdt door. Leclerc is binnen. Norris is binnen. Vettel is ook binnen. En een prima pitstop, hoop ik. 2,3, jazeker. Waar komen wij terug? Dat is de vraag. En we komen, terwijl we daar even het gas aanraken, voor Yuki Tsunoda.
dus maar een aantal plekken verloren. En dat is prima om te zien. En dan zitten we in ronde nummer 23. Als wij weer terug zijn naar P5, nog eens probeert het aan die buitenkant. Lukt niet. En Perez zit ook te kijken. En dan zitten we in ronde nummer 24. Nog eens aan de binnenkant. Maar wij kruisen niet terug. Laten hem staan. Geven nog eens de ruimte. Mooi gevecht voor die positie. Gooi je onze overtakeknop aan om extra snelheid te krijgen in de exit. En het is nog steeds P5. Jazeker. Dan zitten we in ronde nummer 24. Begin ronde nummer 25. Norris probeert het aan de buitenkant. Nee. Krijgt daar net niet genoeg ruimte van ons. En Perez zit gelijk te kijken. Perez doet een aanval op P6. Wij kunnen nu hopelijk wegrijden van die twee. Mick Schumacher is compleet verdwenen aan de horizon. En we zitten in ronde nummer 27. Nog 9 rondes te gaan. Als Perez het dit keer probeert aan de buitenkant, is er voorbij. Durft niet zo laat in te remmen. Wij dus wel. En duwen Perez daar gewoon van de baan af. En het is nog steeds P5. Gaat dit dan de race worden waarin wij onze allereerste punten pakken van My Team Career Mode? Schumacher heel knap naar P4. Ik denk dat hij daar ook op gaat finishen. Want dat gat is veel te groot om Schumacher echt te bedreigen. Terwijl het er even een hele opportunistische move is van Norris. Die daar gewoon over die broodjes heen moet schieten. En heeft daar heel veel tijd verloren. Norris probeerde het wel. En dan zitten we in ronde nummer 28 van de wedstrijd. Als Perez dit keer aan de buitenkant ons passeert. Proberen hier diep in te remmen. En dan moet ik even deze manoeuvre doen. Dat is een illegal overtake op Perez. Die moet ik weer teruggeven. Norris zit gelijk te kijken. Kan daar niet van profiteren. Perez ook niet echt. Want wij hebben die binnenkant. En duwen de Mexicaan daar mooi wijd. En Sebastian Vettel is bij ons aangedrongen. Charles Leclerc wint. Zoals gebruikelijk alweer een wedstrijd in My Team Career Mode. Dat is 6 uit 7 voor de Monegasque. En Perez probeert het. Die probeert er in de allerlaatste kilometers nog die P5 van mij af te pakken. Schumacher finisht als vierde. Perez aan die buitenkant. Maar dan hebben we hier de binnenste lijn voor die hairpin. Duwt de Mexicaan daar wijd. Vettel kan ook profiteren. Maar heeft een slechte exit. Schumacher dus naar P4 is overstart finish. Wat gaat hier nog gebeuren? Perez aan die buitenkant. En Sebastian Vettel aan die binnenkant. Perez verdedigt. Vettel schiet wijd. En dat betekent dat wij die P5 er hebben afgepakt. Ons beste resultaat van het seizoen. Onze allereerste puntenfinish van het seizoen. Goed gedaan. Is het op naar de volgende race. So that's it then for another magnificent Canadian Grand Prix, and they have hung on to take a sublime victory here today. Natalie Pinkham, how do you think they were able to set themselves apart today? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. Here we are, a team that is no stranger to the podium, taking their place on top once again. A sublime race today and a stunning win for Ferrari.
Nou, Charles Leclerc vindt dus alweer een grote prijs in My Team Career Mode. Pakt ook dus nog het racepunt. Sainz naar het podium. Russell naar het podium. Mick Schumacher, knap hoor. Naar P4. Wij dus naar P5. We krijgen dus geen driver of the day. Dat is heel kinderachtig. Vettel naar P6. Perez 7. Hamilton 8. Norris 9. En Guangzhou Zhao naar de punten. En pakken Theo Poortje. Die eindigt op P20. Twee uitvallers. Verstappen en Ocon. Wij dus naar P13 in het coureursklassement. Goed gedaan. Heel vet. En pakken Aston Martin. Dus staan dus op P9. En Mercedes pakt Red Bull door die uitvalbeurt van Max en dat slechte resultaat van Perez. Maar voor ons kan de dag niet meer stuk. Echt goed gedaan. Optimaal geprofiteerd. En het is gewoon punten. Punten. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten van deze grote prijs. Heb je genoten? Beloon dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike de video dan. En vertel me waarom je het leuk vond. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse Formule 1 content. En ram ook op dat belletje. Zodat jij altijd op de hoogte bent wanneer ik een nieuwe video upload. We gaan lekker. 119 abonnees al binnen. Dus laten we naar die 120 abonnees doen gaan. Dus bij die 1 abonnee. Abonneer dan gewoon. Abonneer gewoon. Zo simpel is het. En dan kunnen we langzamerhand richting de 125 abonnees. En ja. Daarmee zou je mij echt een hele eer doen. Dus vooral doen en volg me even op de sociale media. @GianLandschaven op Instagram, Twitter en Facebook. Mijn gebruikers staan in de beschrijving. Dit was het Gianland mensen. Tot de volgende keer bij een nieuwe video op mijn kanaal. Dan gaan we verder met meer Formule 1 content. Tot de volgende keer.